U mag geen menstruerende vrouwen meer zeggen? Nee, het zijn menstruerende mensen. Oh. Omdat mannen ook kunnen menstrueren. Oh. Ja, komt dat veel voor? Dat het gekke tijden zijn in Amsterdam met GroenLinks aan de macht, dat wisten we al. Maar dat het niet gekker kan, daar zijn we vandaag achter gekomen. Want Teertza de Fokkert kwam vandaag met een plan om menstruerende mensen te helpen, omdat de tampons in Amsterdam te duur waren. Nou, Pont is natuurlijk ook niet vies van helpen. Dus wij gaan geld inzamelen voor menstruerende mensen. Want mannen kunnen waarschijnlijk ook menstrueren. Hier. Dag. Dag dames. Hebben jullie ook zo'n probleem met de kosten van de tampons? 1 op de 10 vrouwen schijnt toch het lastig te hebben met de inkoop van tampons. Hebben jullie daar... Nee. Hebben jullie daar geen last van? Nee, sorry. Het feit dat we het nu hebben over menstruatiearmoede betekent echt dat we in Amsterdam geen enkel probleem meer hebben om te agenderen. Dus GroenLinks is hiermee wel echt het laatste lijntje met de realiteit verloren. Ja. In plaats van dat ze met oplossingen komen of het geld dat we blijkbaar voldoende hebben aan dit soort problemen gaan uitgeven, roepen we gewoon wat. Sorry. De armoede is inmiddels heeft zo'n grote bandbreedte aangenomen. Ja. Dat vrouwen, 1 op de 10 vrouwen of menstruerende mensen, niet meer hun eigen tampons kunnen betalen. Is dat zo? Dat lijkt me toch heel erg sterk. Denkt u dat dat waar is? Absoluut niet. Nee? Hoe vinden jullie nou dat GroenLinks zich hier druk over maakt? Ik vind dat er heel wat andere problemen in de wereld zijn dan tampons die niet betaald kunnen worden. Daar geloof ik namelijk helemaal niks van. De eerste levensbehoeften voor tampons zijn echt wat te betalen. Och jeetje toch, moet ik me daar nu op dit moment mee bezighouden met de tampons van de vrouwen? Hoeveel procent denkt u dat het niet meer kan betalen? Ik heb geen flauw idee, u wel? 10% volgens GroenLinks. Oh jeetje, dan moeten ze aan het maandverband, toch? Doei! Vrouwen kunnen niet eens meer hun eigen tampons betalen. Dat klinkt wel wat geilig een beetje. Is dat de bedoeling ook? Want wij zijn weinig gewend, hoor. Wij komen uit een dorp. Een menstruerend mens, is dat de GroenLinks nou? Is dat de linker? Ik ken dat niet. Ja, wij houden natuurlijk wel van aparte definities op Stopra. Deze is mij ook echt nieuw. En ik weet eigenlijk niet hoe iemand eruit ziet die menstrueert niet in de vorm van een vrouw. Dus ik ben heel, heel benieuwd wat voor persoon dat dan... mag zijn. Dan zijn ze omgebouwd. Dan zijn ze gewoon of zo'n meisje. Dat kan niet. Ze hebben geen eierstokken of zo. Ja, maar ze kunnen toch allemaal hormonen slikken? Maar dat kan toch niet? Hormonen? Ja, maar dan ga je toch niet bloeden? U mag geen menstruerende vrouwen meer zeggen? Nee, het zijn menstruerende mensen. Oh? Omdat mannen ook kunnen menstrueren. Oh. Ja, komt dat veel voor? Hoe laat is het solidariteit? Hoe laat is het solidariteit. Hebben jullie wat voor de vrouwen die dat niet kunnen betalen? Of tenminste menstruerende mensen, want mannen kunnen ook menstrueren. Kijk, alsjeblieft. Als die erdoor. Nou, maar dat is al echt heel lief. Alsjeblieft. Dan maar voor 1 van die 10 vrouwen. Heel goed. We hebben natuurlijk geen zin in mijn bloede broekjes in Amsterdam. Nee. Dus wij halen wat geld op. Nou, we zullen eens even kijken of er nog wat in zit. Nou, dat is toch heel goed. Nee, maar dat is toch heel fijn, weet je wel. €50 is al goed. Het is echt niet... Heb jij nog een beetje... Wacht eens even, ik heb nog wel ergens een potje. Even briefjes zijn ook goed, hoor. Als je een tampon nodig hebt, wil ik hem reus wel geven. Maar geen geld, nee, dat doe ik niet. Dan een tampon. Wil je een tampon? Gaan we doen. Kijk eens aan. Is maatje groter. Top. Voor de tampons. Top, dankjewel. Kijk eens aan, 20 cent. Hop, dankjewel. Er is een heel eind mee, man. Als je iemand naar me toe brengt en je zegt, deze vrouw kan een jaar geen tampons kopen, dan krijgen ze van mij heerlijk een jaar tampons. Beloof ik je. Heel goed, dankjewel. Is goed, je weet waar ik woon. Heel erg bedankt. Nou. Ik ga tampons kopen. Kijk, er zit een tampon in. En die ga ik dan weer uitdelen in Bos en Lommer. Nou, succes ermee. Ja, succes. Fijn dit. Zo, nou. We hebben geld opgehaald, in totaal iets meer dan €6,50. Dus dan gaan we toch even zo'n 100 stuks tampons kopen. Op, nou. Zo, dat is genoeg. Dan gaan we dat even afrekenen. Even kijken hoor. Kijk eens aan, dat is de buit. 160. Jeetje, mina zeg. Nou, daar kan ik nog wel even mee door. Zo, nou, dat is een koopje. Nou ja, dan wordt het nu uitdelen geblazen. Nee, dat is één, ja. We hebben een vraag voor mevrouw. Mevrouw, we hebben een vraag voor u. Wordt een ster. De tampons zijn tegenwoordig onbetaalbaar. Ja, vast wel. Wilt u ze? Nee, dankjewel. Oh. Dag mevrouw.
Wilt u ze hebben? Nou, ik heb het echt geprobeerd aan mensen aan te bieden. Niemand die wou. Dus nou, iedereen kan blijkbaar gewoon zelf betalen, joh. Wat een onzin. Wil jij ook dat Poon blijft bestaan? Word dan nu lid en klik op de link in de video of in de beschrijving.